België heeft in de Verenigde Staten het blazoen van de Flandriëns en de Merksen eens flink opgepoetst. Een student van bij ons, Frank Meisman uit Merchten, zou helemaal per fiets van New York naar Los Angeles rijden. 6500 kilometer trappen. Wel, we waren een aantal jonge studenten die een aantal jaar daarvoor naar de Verenigde Staten waren geweest op een uitwisselingsprogramma. En we zouden heel graag teruggaan naar de Verenigde Staten. En we wouden er terzelfde tijd een avontuur van maken. En het avontuur was dus om met de fiets van New York naar Los Angeles te rijden. Dus met vieren waren we. Helaas, toen is een van de vier die had tweede zit. Dus die baalde, die kon niet meegaan. En dan zijn we met drieën begonnen. Dus we hadden eerst gans de reis uitgestipt op een landkaart. En dan zei ik, kijk, die een dag kunnen we zoveel kilometer rijden. We zitten in dat dorp. We hadden niet het geld om goede hotels te betalen. Dus we hadden van hieruit een brief geschreven. Naar de burgemeester van dat dorpje. Met de vraag van, kijk, we zijn drie studenten. We komen met de fiets voorbij het dorp. We zijn een tocht aan het doen. Mogen we bij jullie logeren? En tot onze grote verbazing hebben die allemaal geantwoord dat we welkom waren in hun stad. We komen daartoe in New York. We denken op de fiets te kunnen springen, maar die zitten nog in kartonnen dozen. Die fietsen waren door Superia voor ons al naar daar verschept. En toen we daartoe kwamen, kregen we onze fietsen. Dat waren gewoon twee, drie kleine doosjes. Dan zagen wij geen fietsen. Natuurlijk, als we die doos open deden, lagen die fietsen daar allemaal in stukken uiteen. En dan moesten we die fietsen gaan in elkaar stoppen. En dan zeggen we, waar moeten we dat doen? Nou, hier op de tarmac. Nu, na een paar dagen hadden we het al het eerste voorval. Loslopende wilde honden die in feite je aanvallen eigenlijk. In je voeten of in je kuiten willen bijten. Dan zijn we spuitbussen gaan kopen met zonneolie, zonnebrandolie, die we normaal op ons spoten. En we gewoon, als er een hond afkwam, gewoon een keer pssst, zo een keer in die ogen. En dan krijg je plots al, op de derde dag, krijg je te verwerken met Appalachen. Appalachen is zo'n een bergketen, zoals je hier de Vogezen zou doen. Dat was dus geen kinderspel. Hè. Dat was 's morgens vertrekken in de hete zon, 50 kilometer klimmen. Boven was het ijskoud. En als we dan begonnen aan de afdaling, dan moesten we kranten onder onze trui steken, omdat die ijskoude wind gewoon onze adem afsneed. Dat was echt zo een mes op je borst dat je kreeg. En dan stijl naar beneden. En ik herinner mij dat we dus echt auto's voorbij staken met de fiets. En dat we moesten zelf niet remmen, want als we remden, het rubber werd zodanig zacht dat het kleefde aan onze velgen. Dus die remmen, dat was niets meer van remmen. Dus dat was gewoon een kamikaze naar beneden. De vierde dag begon Jan echt moeite te krijgen. En één keer zie ik Jan als een zak zout tegen de grond te slagen. Ik verschoot onmiddellijk daarbij Jan bewusteloos. Ik was doodziek. Pas achteraf ben ik te weten gekomen dat ik eigenlijk uitgedroogd was. En dan zijn we verder gegaan en opgepast en veel meer water gedronken. Inmiddels waren we tegen Chicago aangekomen en ik had de dagen voordien al wat problemen gehad met mijn knie. En toen we op een avond stopten, had ik dus een dubbele knie. En zijn knie werd dikker en dikker en die werd dubbel zo dik. Die is aan een dokter gegaan en daar heeft de dokter gezegd van eigenlijk moet dit zo snel mogelijk in een ziekenhuis onderzocht worden. Ik zei, ja, dat is wat vocht eruit halen. Maar een dokter die verbood mij dus absoluut om nog verder te rijden. Hij zegt, dat is niet verantwoord om u te laten verder rijden. Je gaat daar dus grote problemen mee krijgen. En ik was dus spijtig genoeg verplicht van ermee te stoppen. En toen moest ik kiezen. Ga ik met Frank mee of blijf ik bij Erik? En ik was al een keer ziek geweest en ik wist, we moeten nog door de woestijn. En ik was al uitgedroogd geweest. Ik zeg, oh, dat is een risico. Jan heeft toen besloten om bij mij te blijven, want hij zat er ook een beetje door. En Frank is dan alleen voortgegaan. Dus je gaat de Rocky Mountains over. Dan heb je nog een heel stuk mooi gebied, dat is eerst dus het Indianenreservaat. Dat hij daar problemen heeft gehad met zijn fiets door de hitte van de macadam en zo. Er was nergens iemand te zien. En plots, ik kreeg een lekker band en plots kwamen de Indianen van overal. En kwamen kijken naar dat raar ding dat een fiets was. Daar is ook uitgekomen dat de Indianen chief, opperhoofd daar, van de Navajo-stam, zoals die heet, die heeft gezegd van hey, kom bij mij slapen en kom bij mij de nacht doorbrengen. En dat is een unieke ervaring geweest. De Appalachen, de Rocky Mountains, een Indianenreservaat en de woestijn kregen Frank niet klein.
Hij heeft 42 dagen gereden, 5 dagen gerust, om uiteindelijk in Los Angeles aan te komen. Dan kom je in Los Angeles en eigenlijk wil je niet naar het centrum van Los Angeles. Nee, je wilt naar de Stille Oceaan. Je wilt zeggen van coast to coast. En dan heb ik een hele mooie foto van dat ik sta op de klif aan de rand van Los Angeles met uitzicht op de Stille Oceaan. En dat is eigenlijk een hele mooie herinnering.